dames en heren, en welkom bij het SMN, het Scheepvaartmuseum Nieuws. Ik sta hier naast een schitterend schilderij van Cornelis de Graaf. Hij is een rijke burger in de Gouden Eeuw en hij is zo rijk geworden door de handel. Doordat hij zo rijk was, kon hij de macht grijpen ook. En dat was eerst alleen voor de adel, maar doordat hij zo rijk was, was het dan ook voor de rijke burgers, zoals Cornelis de Graaf weggelegd. Daniel, over naar jou. Dankjewel, Thijs. Hier achter mij zie je een prachtig stil leven van waarschijnlijk een machtig en rijk gezin. Dit was het SMN Nieuws. En welkom bij het Scheepvaartmuseum Nieuws. Vandaag in het belangrijkste nieuws. Amsterdam explodeert. In de haven komen heel veel schepen, zoals je daar kunt zien, met heel veel stoffen. Die natuurlijk in de pakhuizen gaan. Hierdoor raken de pakhuizen overvol en is een nieuwe uitbreiding van Nederland en Amsterdam nodig. Al deze stoffen komen natuurlijk door de oorlog. En laten we maar hopen dat de groei van Amsterdam heel erg goed gaat. Ik ben Oliver Gelder en dit was het Scheepvaartmuseum Nieuws. Ik zie jullie later. Bij het journaal van 12 uur. Deze keer gaan we het hebben over de Gouden Eeuw. Daarom nemen we een kijkje bij het Scheepvaartmuseum. Globemaker heeft de balen. Een globe is een kaart, een ronde kaart. Hier zie je een globe. Een globe gebruik je voor als je de wereld rond gaat varen. Zo kan je handel drijven en andere dingen. Een globe baalt omdat hij alleen recht verloren heeft, doordat er ook andere globemakers kwamen. Dit was het journaal van 12 uur. Tot de volgende keer. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar het nieuws van de Gouden Eeuw. We gaan het vandaag hebben over de Poolse boterham. Iedereen weet dat de boterham onder andere bestaat uit graan. Dit graan komt uit Polen, want daar is het heel erg lekker. Maar hiervoor moeten we langs Denemarken, daarvoor moeten we betalen. Zie het als Franse tolwegen. Dit was het nieuws voor vandaag. Ik check jullie morgen weer. Nee, jullie checken mij morgen weer om 4 uur. En vergeet geen boterham te eten, want daar krijg je knolpower van. Vandaag gaan we 4 eeuwen terug naar de Gouden Eeuw. Hier zie je een typisch haringvisserschip. Het bijzondere aan deze boot is dat hij niet heel diep is. Aan de zijkant zie je gaten, wat voor een normaal schip helemaal niet handig zou zijn. Maar voor dit schip wel, want daar zaten dan de haringen. En die werden dan telkens schoongespoeld door het verse zeewater. Zo bleven de haringen lang vers en konden ze voor veel geld verkocht worden. Dit is niet zomaar een typisch haringvisserschip, want dit heeft een speciaal verhaal. Want er kwam een zwerver aan boord en die heeft alle haringen toen levend opgegeten. Nou, tot morgen! Als de held van de Gouden Eeuw. Vooral na de overwinningen van Nederland was Nederland een machtig rijk. Nederland kreeg veel macht en aanzien door de handel met Indië en de donkere tijd van de Nederlandse geschiedenis, slavernij. Ook was Nederland een goede bewaker hebben. Dat was Michiel de Ruijter. De grote zeeën had Michiel de Ruijter vaak veldslagen, zeeslagen. En dat het leidde vaak tot de dood. Guys, en welkom bij onze nieuwe video op YouTube. Geef ons 2000 likes en we gaan verder. Vandaag vertellen we een verhaal over Nimba. Ja, Is een slaaf uit de. Die wordt van de Surinaamse plantage gehaald met een VOC-schip naar de Nederlanden. Als huishoudmeisje verkocht. Eigenlijk niet als slaaf, want dat mag niet in Nederland. Video. Maar verder is het wel zo dat ze eigenlijk nog wel een slaaf is, want zo praat ze over haar als een product en zo. Maar eigenlijk mag dat niet. Dit was het nieuws. We moeten afsluiten. Het was een hele leuke dag. Geef een applaus aan Milan de Bruin en Duco van der Poft. We zien jullie hopelijk. Er is een tragische gebeurtenis. Op het schip op zee. De kapitein is overleden. Maar gelukkig hebben ze een nieuwe kapitein. Martin Lop. Wat vind je ervan om kapitein te zijn? Maar dat maakt niet uit. Jammer genoeg is hij aan het eten. Dus we gaan door. En Martin Lop had niet zomaar een schip. Hij had een schip waar slaven in werden vervoerd. Kijk maar naar dit schip. Dit schip ziet er prachtig uit. Het is perfect gebouwd voor schapen. 3 lagen waar allemaal slaven leefden. Dit was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.